als mijn plamuurmessen helemaal vies zijn van de houtrot vullen en de kitten, dan ga ik ze over de schuurmachine schoonmaken. Maar eerst moeten de grote stukken eraf, anders sta je een half uur te slijpen op zo'n machine. Behalve de oppervlakte doe ik de kantjes ook gelijk even. Als ik één kant van de bandschuurmachine gebruikt heb, dan keer ik mijn schuurlinnen om, zodat ik meer de andere kant kan raken. Er is een knop op de machine, dan kan je hem een beetje richten. Maar dat wil nog wel eens van zijn plek afgaan, dus je moet even invoelen. De driehoekschrappers, die pik ik dan ook gelijk even mee. Die maak ik dan lekker scherp op zo'n bandschuurmachine. Kijk dat er de rafels eraan zitten, dat maakt me niet zoveel uit, want ik hoef er alleen maar mee te schrappen. En dat is scherp genoeg. Aan de kanten van de plamuurmesser blijft nog wel troep hangen en die kan je eraf halen door hem langs een stuk hout te halen.